Nog even, want je viel heel goed binnen dat Nederlands elftal. Heb je veel reacties gehad de afgelopen dagen van spelers? Ja, zeker. En wat erg leuk is, is dat ik nog het laatst, wanneer was het, eergisteren een telefoontje had gekregen. En ik wist niet van wie het nummer was. Meestal neem ik daar niet op. En ik zeg van, nou ja, goed, ik weet niet van wie het nummer is. Dus zou je me dat kunnen zeggen, omdat je heel veel onbekende telefoontjes krijgt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, waar hebben ze het nou over? Nou, ik denk, nou, het zal wel. En toen op een gegeven moment, toen zei hij iets en dacht ik, ja, verdomme, dat is Nathan Ake en Virgil van Dijk. Dus dat is leuk als je met zulke jongens contact hebt. En ik heb zo met meerdere jongens contact, dus dat, ja, dat is wel leuk. En dat was gewoon een leuke tijd. En in een korte tijd word je best hecht met elkaar. En is het mooi dat zulke jongens ook nog naar je omkijken.